Nee, hebben ze niet. Ik kan er wel eentje maken, maar die is er niet. Ja, nou, dat is leuk. Dan zet die maar vast. Chris weer dan. Ja. Zet jij, Koen, zet jij 17 mei dan op de agenda? Dat we de bedrijvenmarkt vast hebben? Hoe heet dat? Vast bedrijvenmarkt? Ja. Vast bedrijvenmarkt. En dat we daar een workshop gaan doen over Google My Business. Oké, super. Voor universele autobedrijven. Yes. Zelfde missie, de online automotive. Peter. Dankjewel. Ja, jou bedankt. Nou, een half uur, Peter. Niet te geloven. Niet te geloven, hè? Het gaat maar door, hè? Dat was leuk, of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Ging makkelijk, hè? Ja, ja, ja. Ja, maar als je helemaal de haakjes hebt, inderdaad, kun je daar makkelijk op in spelen. En je moet een paar van die haakjes hebben, hè? Voor je hem bouwt. Ja, dat is wel de kunst, inderdaad. Ja. Ja. En mijn een afspraak met Keith. Ja. Die is al een keer geweest bij ons kantoor, maar om wat meer in detail zeg maar, door verder verhaal te hebben gegaan. Omdat dat mensen nu natuurlijk wel wat meer weten van hoe het proces werkt normaal. Ja. Ja. Dus ik wil wel meer vragen hebben. Dus dat is volgens mij volgende week. Met de kinderen. Hey, hoe zien jouw vervolgstappen eruit de komende maanden, komende jaar? Nieuwe ontwikkelingen, een empower mobiele website, meer op social, wat zijn de plannen? Wat ik vooral merk is dat er best wel tijd zit in het verwerken van het rapport. Mm-hmm. Dus dat wil ik eerst gaan aanpakken door dat te automatiseren in een platform dus intern gebruik. En vervolgens wil ik gaan nadenken over het opschalen. Je gaf net al een van de opties aan. Yeah. Een andere optie zou kunnen zijn om te denken over een franchise-formule bijvoorbeeld. Yeah. Dus wat dat betreft liggen er allerlei opties over. Okay. Wachten we van jou als klantcontactmedewerker bij Carmen Automotive? Eigenlijk voornamelijk drie dingen. Eén, een stukje werkethiek. Dat is iets wat wij jullie kunnen aanleren, wat je echt moet meenemen vanuit huis uit, om het zo maar te zeggen. Wat bedoelen we daarmee? Komt in alle tijden op tijd. Dat is echt een must. Gedraag je professioneel, profileer je. Dank jullie allemaal voor het samen zijn hier. Jammer dat inderdaad Gerben en Romy er niet zijn, maar goed, dat is ook niet anders. Het is ook een dankjewel vanuit ons naar jullie toe voor een fantastisch jaar. We hebben een fantastisch jaar gehad, zowel met elkaar als qua mensen die we hebben geholpen om de online automotive beter te maken, als ook financieel. We hebben gewoon met z'n allen perfect gedaan. We zijn ontzettend trots op ons team, op de manier waarop we werken. En ik hoop nog vele jaren zo door te gaan met elkaar. Dus bedankt aan jullie. Ja, hoor. Leuk, hier aan tafel.